gebeurt het? In verband met Palmpaarsen op zondag 13 april wordt vandaag, vrijdag 11 april, hard gewerkt door kinderen en volwassenen aan het versieren van palmpaarstokken. Wij zijn benieuwd naar het resultaat. Dat is mooi werk, hè? Hanske, docent van de Groen van Prinsteren School. Een hele bedrijvigheid hier. Ja, elk jaar doen we dat. Voor de hoeveelste keer is dit? Ik denk ongeveer het 31ste jaar. En wat is de achterliggende gedachte? Nou, een stukje traditie en dat ze in kaart brengen, in beeld brengen. En de gezelligheid onderling van de ouders. Maar jullie maken dan straks een klein rondje aan de Langwijk. Ja. Waarom nou zo'n klein rondje, niet het hele dorp? Nou, in het verleden was in het dorp de Palmpaasoptocht en deden de kinderen daar de volgende dag aan mee. En maakten we nu gewoon een proefrondje. Vinden de kinderen het leuk? Ja, heel leuk. En de ouders en opa's en oma's? Ja, ook. Hoeveel doen er mee dit jaar? 50 kinderen. Haartje erop. Ja, ik heb hetzelfde. Heb jij die stok zelf gemaakt? Mooi hoor. Dit is iets dat bereikt.